video op dit YouTube-kanaal en vandaag zijn we weer in de Efteling en het is gloeiend heet. Het is, ik denk al boven de 30 graden, dus ja, we gaan snel beginnen. Zo kijken we even bij In de Zwarte Kat. Ja, bij het Alte Piekplein zijn nog wat dingen veranderd in het Sprookjesbos, dus ja, genoeg te zien en veel kijkplezier. Nou, hier zie je dus de bouw van de Zwarte Kat en ja, dit is inmiddels al iets verouderd. Ja, dat gebouw is ook, dat komt in de vorige video. Maar in ieder geval, ja, ze zijn dus goed bezig bij de Zwarte Kat. En ja, je ziet het is een gebouw van ons bekend. Inmiddels gaat de bouw van Jokies speelweide ook goed. Ja, ik heb hem nu een keer van een andere hoek. Ja, daar midden staan er steeds funderingen voor het podiumpje. En ondertussen zijn ook al de eerste huisjes geplaatst. Dus dat ziet er gewoon goed uit. Ja, er staan al wat palen. Ja. Wachten tot de eerste attributen komen en dan open met die app. Bij Poffertje gaat het onderhoud ook goed. Ja, ik weet niet wat er allemaal veranderd is, dus ik laat het jullie maar gewoon even mooi zien. Nou, aan deze kant lijkt de bouwsituatie een beetje hetzelfde als vorige week. Ja, gewoon deze kant is nog niet af en deze kant al wel. Maar hier zijn ze wel verder doorgegaan, want hier is nu de muur ingeschaduwd. Hetzelfde geldt voor hier. Ja, het ziet er op zich wel mooi uit. Ik had het gevoel dat die andere muurtjes wel, de vorige wel iets meer textuur hadden, maar... Goed, het ziet er wel leuk uit. Ook de heropbouw van de paddenstoelen gaat goed. Dit is de bouwsituatie. Nou, inmiddels staan overal de stijgers er eigenlijk en zijn ze volgens mij nog steeds bezig met het dak erop leggen. Want ja, dat duurt natuurlijk al even, want dat moet ook uitharden en zo. En ja, daar zijn ze altijd gewoon lang mee bezig. Maar voor de rest ziet het er gewoon goed uit. Bij het hotel gebeurt nog steeds niet heel veel. Ja, ze zijn nu iets met een... Daar zit nu een blauwe rand omheen. Ik weet niet wat dat precies is. Nou, dat is er gebeurd. Maar voor de rest, ja, gewoon weer niks. Ze hadden beloofd dat ze binnenkort eerst platen zouden leveren. Nou, er staat nog helemaal niks. Dus dat gaat nu niet heel best. Dat was de video voor deze week. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En bedankt voor het kijken naar deze video. En tot een volgende video. Doei doei!